leuk, wel heel verrijkend. Ik kan heel veel van elkaar leren. Ja. Maar met studenten heb je altijd verschillen en dat soort dingen. Ja. En met ouderen kan je hebben over hun leven en wat ze doen en waarom ze doen. Ben. En dan denk ik van was zeuren over het feit dat nu zoveel op onze telefoon zit, dat het snel veranderen. Maar dat bleek reuze mee te vallen. Ik heb hele goede gesprekken gehad en ik heb eigenlijk geen minuut ervaren dat ik niet in gesprek was. Ja, mooi. Want heeft u ook echt zeg maar, door het eten een soort van verbinding ervaren? Omdat je samen eet? Ja, niet alleen met de studenten, maar ook met anderen die van mijn leeftijd zijn, maar die erbij waren. Ja, dan weet je ook van, wat doen jij er precies? Ja, dat was interessant. Want mensen het eigenlijk wel uitmaken waar ze zitten als je elkaar kijkt. Maakt het niet uit of het dan uitgeklede ruimte is of heel mooi versierd met zilver. Nee. En hoe ik daar vaak zit. Dat voetbal gaat met een totaal niet gespeeld. Dat ambiance. Gezellig is ingelegd. Nee. Ja, omdat je echt naast nieuwe mensen, het is even onwennig of zo, maar je komt echt allerlei leuke gesprekken of zo. Omdat je niet over standaard dingen hebt, omdat je ze niet kent, zeg maar. Ja, ik vind gesprekken met de ouderen ook echt zeker leuk. Omdat je merkt dat je toch raakvlakken hebt. Of in ieder geval onderwerpen die je allebei interessant vindt. Dus ja, ik vind het super leuk. Heeft het bijgedragen aan deze maand? Ja, voor mij wel. Ja? Ik keek er oprecht op en ik moet zeggen, ik heb altijd verschillende gesprekken. Oh ja. Ik sowieso wel wat. Ja. Ik denk als je geen gesprekstof zou hebben, dan kun je daarover hebben. Ja. Ja. Dat vind ik wel. Ik vind het sowieso leuk en het is ook kleurrijk. Ja. Het heeft vooral bijgedragen aan het gevoel dat ik me prettig voelde. Ja. Ja. Dan denk je dat als de muren kaal waren geweest? Ja, dan was het meer echt zo van laten komen, is meer afgelezen. Ja, dan had het een stuk kinder ook. Ja. En waren dan denk je de gesprekken ook anders geweest? Of misschien het eten had het minder lekker gesmaakt? Ik denk vooral de gesprekken, denk ik. Want dan had je meer op je gemak bijvoorbeeld, dan had je meer een beetje teruggetrokken gezeten, denk ik.